Die opgeblazen, opgeblazen, opgeblazen kikker. Nu is het tijd voor die hoed, die ik al die jaren boven op zolder heb bewaard. Nu is het mijn beurt. Een peperdure hoed, hij staat me geweldig goed. 13 veer van een rode reiger en een stuk van een blauwe staart. Ik heb die hoed al 4 jaar lang in een grote kooi in het diepste geheim zorgvuldig en netjes bewaard. Maar nu, mijn vriend, komt hij uit de kooi en laat mij nu mijn gang maar eens gaan. Misschien heb ik het dan wel gehad, maar ik heb nog niet afgedaan. Hey, wie is die vlotte, pittige dame met dat hoedje zo fragiel? Ziet u dat niet? Dat is Dolle Agnes, haar man nam pas de benen. Wie is die smoele mannenverleidster met haar super seksappeal? Kent u haar niet? Dat is Dolle Agnes, ze maakt nog naam een dansje. Vroeger stond ze slovend in de keuken, ze lont zich als een ruige bol. Maar de dag dat hij haar heeft verlaten, sloeg zij het dadelijk op hol. Niets ter wereld kan haar nog redden, en haar man treft alle blaam. Nu kent men haar als Dolle Agnes. Dadelijk op hol. Flirte met de mannen, vroeger trok ze op met haar 2 bloedjes, kliederend met hamermout. Maar de dag dat hij haar heeft verlaten, was het uit en nam ze zelf de benen. Nou viert ze feest met vrienden en relaties, en hij zwoegt voor haar alimentatie. Dat is de